Maar jongens, leuk dat jullie kijken naar deze korte, korte video. Want ja, ik heb eigenlijk wat leuks te vertellen. Ik heb zojuist een nieuwe DLC gekocht en ik laat hem gelijk zien. Die zit namelijk bij transport. Ik heb namelijk de DLC Mass Transport gekocht, zojuist. Die was 30%, had 30% korting, of heeft nog steeds. Dus heb ik gelijk even gedaan. Dus ik heb high speed tracks erbij en ik heb twee nieuwe sporen erbij. Twee nieuwe types moet ik eigenlijk zeggen. Bij de stations, daar heb ik deze bij. Een multiplatform station met doorgaande sporen. En een multiplatform eindstation, dus vergelijkbaar met Den Haag Centraal. En dan heb ik natuurlijk nog de luchtballon erbij gekregen, of de Zeppelin, dat is het betere woord, de Zeppelin. Een depot, een stop, een route en dan nog de stops als het ware, de haltes. Dan heb ik nog de monorail en dat is dus een monorail met een busstation, deze. Dan heb ik hier een metro monorail treinstation, dus maar liefst drie verschillende manieren om te reizen met de trein, met de monorail en met de metro. Ja, trein, monorail, metro staat er volgens mij. Ja, en dan nog dubbel tracks, één richting met een weg eronder, met de weg ernaast als het ware. En dan kan ik er nog verschillende dingen aan toevoegen. En dan nog natuurlijk de routes. En dan hebben we de cable car. De skilift als het ware. De skilift onder het transportvervoer. En dan kan ik dus bijvoorbeeld heel makkelijk met deze naar boven. Dat kan dan weer heel makkelijk. En dan heb ik nog de parkeerplaatsen, maar die had ik al. Maar dat is dus eigenlijk een beetje wat ik erbij heb gekregen. Even kijken, wat heb ik bij wegen erbij gekregen? Deze, deze en deze heb ik erbij gekregen. Eens even kijken, wat heb ik hierbij gekregen? Oké, daar heb ik deze bij gekregen. Asymmetrische drielijn weg, oké, die is nieuw. En dan deze, die komt ook bij de monorail erbij. Wat heb ik hier nieuw? Vrijwel niks bijzonders. En bij de snelweg? Hey. Oké, two-way highway. Two-way highway met geluidsbarrières. Two-lane. Two-lane met... hoe heet het? Soundbarrières. En dan drie-rij en drie-rij. Vier zelfs. Wauw joh. Vier en vier met barrières. Dan denk ik al dat ik weet wat ik ga toevoegen zo direct. En dat kan ik nu ook wel doen. Dan ga ik even escapen naar het hoofdmenu. Want dan ga ik gelijk even een paar wegen toevoegen. Got it. En dan ga ik naar de workshop. Even hierop klikken natuurlijk. En dan ga ik deze, als het kan... kan ik die niet groter maken? Volgens mij wel. Zo. En dan gaan we... Even kijken, we zitten bij City Skylines. En dan gaan we naar transport. Transport volgens mij. Zo. En dan gaan wij naar... assets. En dan moeten we wegen hebben. Taxi, tram, monorail, citizen, industrial, commercial, transport. Ik zeg het bijna als transport. Nee. Grapjes. Even kijken. Ik moet bij de wegen zijn. Bij de wegen. Transport. Kan ik die niet vinden? Transport weg. Low, high, commercial, industrial,
Farming, olie, kantoren. Weg. Helemaal onderop. Helemaal onderop. Oké. White track. White stationed track. This is a train station track with an island platform. Please subscribe using any train that will utilize this network. This is not a normal train track, nor will it be making one, as they would not be visually supported by vanilla. Oké, nou, ik doe het gewoon. Hup, subben de. Even kijken hoor, terug. Drop subben. Hoppakee, die zit erbij. Maar wat ik eigenlijk aan het zoeken was. Deze die heb ik al. Maar hiervoor ben ik niet hier. Is dit alles wat ze hebben van wegen? Transport. Als ik dit wel eens wegklik. Want wat ik nu aan het zoeken ben, is natuurlijk. Eens even kijken. Yo, 5 laan. Oh nee, 12 laan. Jeetje. Nee, maar dat zoek ik niet. Bicycle lane. Dat is interessant. Niet DLC. Welke DLC heb ik dan nodig? Welke DLC heb ik dan nodig? After Dark, heb ik die dan nodig? Nou ja, deze video wordt eigenlijk al te lang. Nou, ik heb in ieder geval laten zien wat ik wilde laten zien. Maar als het gaat om wegen. Even kijken. Als ik hierop klik, heb ik daar een DLC voor nodig? Ja, ik denk After Dark, dat ik die nodig heb. Kom op, eens even kijken. Invisible 2-lane highway. Ja, dat ga ik niet doen, er is niks aan. Kom op. Junctions. Die moeten er nog tussen zitten, of niet soms? Easy Farming 2. Meh. Die komt er nog niet aan toe, denk ik. Maar jongens. De J, volgens mij is dat bij de J junctions. Maar dat moet. Ik denk dat ik het gewoon hier tussen moet vinden. Bij wegen. Ja, mensen. Waar had ik die tussen gestopt? Of tussen gestopt? Waar had ik die nou gevonden? Bus taxi? Nee. Narrow lane. Nee, die ga ik niet pakken. Maar jongens, waar zijn die kruisingen? Eens even kijken. Vehicle intersections, hè? Eindelijk, intersections. Oké. Eindelijk heb ik het gevonden en dan moet ik de goede vinden. Ja, hoe noem je dat? Snelweg aansluitingen. En even kijken, ik weet precies hoe ze eruit zien. Het is alleen even zoeken. Eens even kijken. Waar zit die? Of zitten ze, moet ik zeggen. Want dat zijn meerdere stukken natuurlijk. En nu ik die mass transport heb, kan ik makkelijk dat soort type wegen toepassen. Tenminste, ik hoop het. Ik heb het gevoel dat deze video langer dan 10 minuten gaat duren. Kom op. Nee. Ik heb hem nog niet gevonden, jongens. Ik heb het nog niet gevonden. Die vind ik zo vervelend. Er staan een heleboel ontzettend mooie kruisingen tussen, maar ik heb er niks aan.
heb daar gewoon vrij weinig aan. Kijk, die heb ik al. Deze bedoel ik, die heb ik al. En dit is... niet belangrijk, oké. Okay. Het moet ergens... ze moeten ergens zitten. Ja, kijk. Dat is dus de eerste. Maar ik moet het hele pakketje hebben. Eens even kijken. Ja, maar dat is dus... deze moet ik dus eigenlijk... Network Stations 2. Is dat een DLC? Required items. Ik heb eigenlijk alles behalve Network Stations. Network Stations 2. Zo. Wacht even. Klik. Kijk, kan ik hem uitvergroten? Zo. Zo. Fully rendered tunnels. Oh. Oké. Okay. Nou, die stop ik er ook maar bij. Ik denk niet dat die zal werken. Maar, eens even kijken, als ik deze nu refresh. Ja, dan zit hij ertussen. Oké. Okay. En dan moet ik eigenlijk... Nou, die stop ik er maar even bij. En dan gaan we even kijken, heb ik nog meer? Nee. Dus even kijken hoor. Ik kan niet terug. Jawel, ik kan wel terug. Oké. Okay. Nou jongens, even kijken. Het begint wel erg lang te duren nu. Waar is dat pakket? Ik zoek dat pakket. Want er was een pakket. Het was gewoon een hele reeks van al die dingen bij elkaar. Dat het gewoon één volledige van 3 naar 4. Ja. En dan. Zo. En dan van 3 naar 4. Deze zou ook kunnen, maar die heb ik dan weer liever niet. En 2 naar 3. 3 naar 2. Ja. Even kijken, ik heb nu deze. En ik heb deze. En dan moet ik hem van 4 weg hebben. Eigenlijk. Even kijken hoor. Kijken terug. Terug. Kan ik hem hier tussen zitten? Nee. Nee. Hier misschien. Hiermee gaat hij van 2 naar 3. En dat moet ik dus niet hebben. Ik moet hem hier van 3 naar 4 hebben. Weg. Oké, okay. 1, 2, 3. Wacht, wat zag ik daar? Nee, dat is niet interessant.
Dus even kijken. Dus we hebben deze. En we hebben deze niet. Nee, we hebben deze. Ook niet. Waar is die andere? Hier, deze. Dus we hebben deze. En we hebben deze. Maar dan moeten we nog degene van ballon 4 baans hebben. Met de afrit erbij. Dus die zal ook nog vast ergens tussen zitten. Eens even kijken. Really tiny circular turnaround turning area. Nou, weet je wat? Ik stop hem erbij. Zal vast niet werken, maar hey. Nee. Waar zaten ze? Eens even kijken, jongens. 1 naar 3, 1 naar 4. Dat hoeft allemaal niet, want dat kan ik zelf ook. Nee, dus niet nodig. Nog niet, tenminste. Dat is spoor, dat hoef ik ook niet. Dan kan ik ook zelf allemaal intersecties maken. Jongen, wat is het toch lastig. Ik ben benieuwd wanneer we die tegenkomen, degene die ik zoek. Highway plus train track. Volgens mij is dat alleen maar rechtspul. I can't tell you how many times I failed to do this myself. Oh, thank you for the cheat. Plus one on the walls. It's good, but wouldn't the highway with walls look better? Only think I can think of improve and already could not. Okay, nou, dat zijn dus een paar tevreden mensen. Dus ik neem hem maar mee. Hop, terug naar bij. En ik ben nog steeds niet degene tegengekomen die ik zoek. Jongens, ik ben niet tevreden met hoe lang die video nou gaat duren. Want eigenlijk moet ik nou deze hele pagina de schuld geven. Omdat het gewoon moeilijk te vinden is. Wacht, is dat die busstation? Ja. Busstation on highway. Is dat wel slim? Busstation on highway? Weet je wat? Deze sla ik over. Eens even kijken. Die is ook niet handig. Lijkt mij. Nou jongens, ik zet de opname hier stop. Want ik krijg de snelwegen die ik zoek, maar eigenlijk niet gevonden. Ja, dus het enige wat ik denk, nou, het beste te doen is gewoon de video afsluiten. En dan zie ik jullie terug in de volgende video van City Skylines. Hopelijk met de wegen. Met de wegen erbij die ik dan eigenlijk nu aan het zoeken ben. Dus tot de volgende video dan maar, hè. Tot ziens.